Yo mensen van Jos Ultimate Video. It's Smokey Ray met vandaag voor jullie gewoon weer een commentary. Nou, niet weer. Het is mijn eerste commentary op dit kanaal. Misschien komen er nog meer. Misschien ga ik dit kanaal Nederlands ook goed van maken. Jos heeft mij gevraagd voor een gastrol te doen. En eigenlijk dat ik dat berichtje las, dacht ik van hey, wil jij nou een gastrol op mijn kanaal doen? Maar hij vroeg dus of ik een gastrol op zijn kanaal kon doen. Nou, ik denk, weet je wat, ik kan het altijd proberen. Dus ik probeer het. En eigenlijk, nou, daarvoor nog, hey, ik heet zelf ook Jos. Dus dat kwam toevallig uit. Dus ik denk, hey, dus zo stuurde ik eigenlijk dat het mailtje. Maar waar ik het vandaag even over ga hebben is Black Ops 2. Het is een korte gameplay, maar Black Ops 2. Ik heb er niet veel verwachtingen van. Ik zou hem eigenlijk eerst ook helemaal niet kopen. Maar wegens dat ik een YouTube kanaal heb en ik denk, hey, Black Ops 2, weet je, ik kan het altijd proberen. Dus zoiets had ik ook met Modern Warfare 2. Nou, vind ik mooi, of Modern Warfare 3 bedoel ik. Nou vind ik Modern Warfare 3 weer leuk. Dus het compenseert eigenlijk allemaal een beetje met elkaar. Dus ik ga gewoon Black Ops 2 kopen. Ik hou de nieuws wel bij over Black Ops 2. Want het schijnt dus dat je 8 man zombies kan doen, of 4, ik weet het. Ja, het is volgens mij 8 man kan je zombies doen. Dus 4 mensen op één Xbox en dan 4 mensen op een andere Xbox. Zo kun je dat eigenlijk ook doen. Zo kun je dat doen. Van de zombie mode heb ik veel verwachtingen van. Als ik hem ga kopen, dan upload ik vooral zombies. En dan ook nog live. Dus Black Ops 2. Ja, wat is er nog meer over te vertellen? Voor de mensen die het niet weten, het speelt zich af in 2025 en in 17 nog wat. Net iets na Black Ops, de Black Ops 1 iets daarna speelt. Het speelt zich nog daar ergens daar af. Maar het speelt zich voornamelijk af in 2025. Nou, de meeste mensen hebben de E3 wel gevolgd. Daar heb je allemaal leuke dingen gezien. Enige wat het nadeel is dat het in de future speelt, afspeelt. Dus. En ik ben niet echt zo van een future warfare zoals Halo. Nee, ik ben meer gewoon van de Modern Warfare. Vandaar dat ik ook Modern Warfare speel. Van het oude spellen zoals Call of Duty 1, 2, 3, World at War. Nee, die heb ik ook nog nooit gespeeld en die ga ik ook nooit spelen, want ik hou dus ook niet van het oude. Dus daarom is Black Ops 2, ja, het is modern, maar ook weer een beetje nieuw. Dus daarom zit ik een beetje te twijfelen of ik hem zal kopen, ja of nee. Wil je meer informatie hebben over Black Ops 2, ga dan even naar callofduty.nl. Daar vind je eigenlijk al het nieuws over Call of Duty, wat er gaande is, wanneer weer een content drop komt. Ja, dus ga even naar callofduty.nl. Daar vind je alle informatie, daar komt ook alle aankomende informatie aan over Black Ops 2. Voor de rest, je vindt daar veel leuke dingen. Je kan er zelf prijzen winnen. Ik wil wel even zeggen, ik krijg hier niet voor betaald om dat te zeggen. Ik kijk zelf al een hele tijd op die site en het is uit betrouwbare bron. En is het niet zo, dan zetten ze dat erbij. Dus het is een site die echt om het nieuws geeft. Dus daar kun je de rest van Black Ops 2 volgen. Vond je deze commentary leuk? Geef deze video even een groen duimpje. Abonneer ook even op mijn It's Smokey Day. Link staat in de beschrijving. Ik hoop dat ik jou gewoon terugzie op mijn kanaal. Wat vind je op mijn kanaal? Dit soort commentaries over Black Ops 2. Over iets wat nieuws is. Het kan ook een random verhaal zijn. Ik heb de laatste week, afgelopen week, heb ik een commentary week gegeven. Dat is 7 dagen uploaden. Achter elkaar. Eén video. Dus. Ben van plan om meer te gaan doen. Heb je dus, daarom vraag ik jullie nu even. Willen jullie even op mij abonneren? En dan spreken jullie later op mijn kanaal. Hey, later jongens.